Yo, mensen. En welkom bij deze nieuwe aflevering van Heer Vlogs. We zijn er weer. Sinds 2 weken geleden was die laatste. Ja. Dan even een weekje pauze, omdat ik druk bezig was met doctor van Heer Vlogs te worden. Doctor met een tweede O, weet je wel. Dus niet dat ik naar de dokter moest, want ik heb geen corona, voor de mensen die dat dachten. Nee. Heer van Heer Vlogs heeft geen corona nog. Ik had corona, maar dat heb ik allemaal opgedronken. Zeg geintje. Nee, ik was druk bezig met typen en zo, weet je wel. Dat soort shit. Dus ik had eventjes geen tijd. Spijt me. Het gebeurt soms. Maar ja, dus we zijn er weer. We zijn er weer. We zijn er weer. Deze week. En ik wilde gewoon eventjes kijken, omdat jullie gingen, weet je wel. Oh, zo eventjes. Mijn hand daar leunen. Ja. Ik wil gewoon even kijken hoe het met jullie ging, weet je wel. Laat even in de comments weten hoe het met jullie gaat. Nee, en ja. Weet je, nog steeds quarantaine, weet je wel. Ik weet niet eens meer welke week van de quarantaine het is. Echt vermoeiend, man. Ik wil naar buiten. Maar ja, we moeten het volhouden, hè. Dus, nou ja, ik ben lekker zo'n coronasnor aan het groeien, weet je wel. Hè? Gewoon voor de memes, weet je wel. Want ik zag dat alle celebrities deden, dus toen moest ik het ook doen. Maar weet je, vandaag gaan we het hebben over het probleem met snorren, weet je wel. Want ik vind het echt fucking kut, eigenlijk. Het jeukt de hele tijd en zo. Ik zat zo van, hé, weet je wat? Mijn sik jeukte niet zo toen ik hem liet groeien. Maar ja, ja, weet je. We moeten het er maar mee doen, hè. Kijken hoe vies dik deze snor gaat worden. Positieve van een snor, hè. Is dat ik gewoon, zodra de coronacarantaine over is, kan cosplay als Yui van The Boys. Fotootje in beeld. Dat zou ik dan kunnen. Ja, maar verder heb ik nog niet echt de positiviteit van de snor gevonden. Misschien komt dat nog, weet je wel. Misschien moet je hem dan nog langer laten groeien dan. Hoe lang heb ik me nu niet geschoren? Ietsje meer dan een week, geloof ik. Ja, ik weet het niet. Misschien komt de positiviteit van de snor dan iets daarna pas, als hij echt dik is. En harig en zo. Maar voor nu vind ik hem een beetje vervelend. Maar ja, hey, de andere celebrities doen het ook, dus moet ik het ook doen. Ja, wat ik wel heb gedaan. Ik heb een mooi DS-spelletje gekocht. Wat ik al had, maar dat maakt niet uit. Want ik zag hem goedkoop. Dus nu heb ik hem 2 keer. Dus die geef ik toch een keer weg of zo, denk ik. We zien het wel. Echt een tof spel, man. Het is 12 plus, weet je wel. Qua veiligheidsicoontjes heb je. Hold up. 1 seconde. Qua veiligheidsicoontjes heb je het mannentekentje en het vrouwentekentje wat half overlappen. Ik weet niet wat dat betekent. Is dat het sekstekentje? Staat achter in zo'n boekje? Wat betekenen al die pechje-tekentjes? Oh ja, dat is het sekstekentje. Ja. Fucking hot. En ook een vuist van geweld, denk ik. Of geweld, of gewoon keiharde rock. Nee, het is geweld, oké. Okay. Nou ja. Daar bezit ik nu 2 kopieën van. Dus ja. It be like that sometimes. Hè? Maar daar doen we misschien nog wel iets mee. Die geven we ooit weg of zo voor een verjaardag. Ik weet niet. Ja. Ja. Nee. Dat was een beetje mijn leven de afgelopen week. Ja, de afgelopen 2 weken. Typen in quarantaine zitten. Een quarantainesnor groeien en een DS-spel ontvangen. Ja. Ik hoop dat jullie quarantaineperiode leuker is. Want ik heb het wel een beetje gehad. Ja, ik heb ook toffe fanart van mezelf gemaakt. Ja. Dus die zal ik eventjes in beeld zetten. Daar gaan we misschien wel een keer een nieuw shirt van maken of zo. Als ik echt niets te doen heb. Ik zit al een beetje qua tekst te denken, maar. Ja, weet je, dat is wel leuk. Hier. Plop. We zetten het in beeld. Dus als jij hier een leuke tekst voor weet te bedenken, zet dan in de comments en wie weet ga ik jouw idee wel uitvoeren en dan wordt het officieel verkocht. In de Heerde van Heerde Vlogs Merch Store.
Weet je wel? Ja. Maar hey, dat zien we wel. Dat zien we wel. Anders dan gebruik ik het niet. Weet je? Vind ik ook best. Oh, die snor is wel fucking lelijk trouwens. Ik zit nu zo ernaar te kijken en ik denk, is dit wel te doen? Nee, dit is eigenlijk niet te doen. Dus zodra ik naar buiten mag, dan gaan we meteen eraf halen, weet je wel? Maar ja, dat zien we dan wel weer. Als we ooit nog naar buiten mogen. In ieder geval, mensen. Ja, bedankt voor het kijken allemaal, hè. Please subscribe. En dan zie ik jullie volgende week weer. Voor jullie wekelijkse check-in. Om te kijken of het al goed gaat. Later.